Hallo, ik ben Arjan en daar beneden, daar staat Paul. Hey. Hallo Paul. Hallo. Kijk eens, hier ben ik. Zie je mij? Daar oh, hier. Ik zie een roze ding, zag ik voorbij komen. En welkom terug bij Borderlands 2, aflevering 21 alweer. We gaan verder met de story mission. Paul was er volgens mij even klaar met zijn missies, die wil even hoofdmissies doen. En voorlopig zijn de hoofdmissies nog steeds voor ons difficulty normal. Dus op zich is dat prima om dat dan te doen. We gaan verder met, ik ga even kijken, dit is hem. Where angels fear to tread. En de bedoeling is dit, we moeten een angel benaderen en vervolgens de vault key stelen. Dan hebben we heel wat dingen die we moeten doen. Er staat volgende bij, angel is going to give you handsome Jack, but only if you deactivate her first. Dat gaan we doen en daarvoor moeten wij eerst naar de 1000 cuts. Dus ik jump naar beneden. En volgens mij zijn we het alles eerder geweest, dus kunnen we daar direct naartoe. Klopt dat? Ik ben nu aan het kijken. Ja. Dat klopt. Als het is. En daar zijn we dan. Oh, dat is hier. Oh ja, dat is hier. Gezellig. Waar moeten we eigenlijk naartoe? Als ik het zie aan het dingetje, moeten we een auto pakken. Of zo. Of niet? Ik herken het helemaal niet, joh. Waar zijn we dan? Dat weet ik veel. We moeten die kant op, zo te zien. Oh, hier. Oh nee. Oh, hier. Ja, ja, ja. Oeh, kijk uit. Oh ja, dit is gevaarlijk. Ik denk dat we hier doorheen moeten. Langs. Door die bek. Even wat. Oh, hier wordt het sowieso druk. Ongetwijfeld. Kan niet anders, ja hoor. Oh nee, een tank. Nee, maar hier zijn ze toch voor ons. Dit is toch de plek waar we die grote kerel hebben gered. Dit is toch. Die gast staat toch aan onze kant. Is dat zo? Ja, ik herken het echt totaal niet hoor. Dit is die waar we die gozer Brick vandaan hebben gehaald vorige keer. Weet je nog? En toen waren al die gasten waren eerst tegen ons en nu zijn ze voor ons. Dat was het hele idee hier. Zo te zien moeten we daar ergens zijn. Bloody. Oh, is Bloody Knuckle Point. Wordt nou ineens zo donker? Ja, hè? Het wordt avond. Sfeervol. We zijn er bijna. It's romantic, baby. Ja. Yeah. Hier moeten we er zijn ergens. Claptrap moeten we ontmoeten. Die zat hier ergens dus. Oh, hier is die. Hey, Claptrap. Minion, I've started my attack. I'm gonna tag every inch of this mountain if it's the last thing I do. Let's go. Okay. We're gonna make Jack regret ever setting up shop on this cliff. It'll take him minutes to wash this graffiti off. Minutes, I say! Hey, you coming or not? Oh, right. How about those? You're not a Hyperion robot. Oh. Holy shit. Dat werkt dus niet. Wat komt het daar nou, joh? Goed, we kunnen er niet zomaar heen. Maar hij maakt het open. Kijk. Oh, buzzards weer. Ik heb het bij ons. Ik ben baal, joh. Wow, wow, wow. Wacht even, oh, dat ging heel snel. Hier is een turret. Oh, je made it past the security wall. That's right! Is jouw turret? Of course, the bunker's still gonna obliterate you, but nonetheless. Oh, wat mensen, hé. Oh, wat moeten. Oh, die bussen zorgen bij ons, hé. Die moeten we niet hebben. Nooit goed raken, hé. Hey? En die gele dan? Die kan nooit goed raken. Oh! Hyperion Soldiers. Die moeten we wel hebben. Oeh. Oké dan. Nou, even de boel roven hier. Nog, één. Nog meer? Er nog een paar van die dingen. Ja, in de lucht. Zo'n robotje. Ja. Maar die kun jij heel goed pakken, toch? Ja, wacht even. Ik heb mijn sniper niet. Oh, maar dit werkt wel. Oké, okay, even de sniper weer hoor. Dat is toch op zich prettig. Goed, oké. Okay. Hebben we de kistjes? Nee, ik moet de kistjes verlegen halen, want ik heb munitie nodig. Er vliegt nog iets rond ook schijnbaar. Waar? Ja. Ah, geen idee. Geen idee. Goed, waar moeten we zijn? We moeten daar ergens zijn. Ik vind hier allemaal dingen met een hoger level requirement dan ik ben, zeg maar. Level 25 zooi vind ik allemaal. Ja, maar niet zozeer goede zooi dan.
Dat weet ik niet, ik heb nog niet naar gekeken. Wat is dit? Ah. Nou, dit in ieder geval niet, nee. Be careful, Slam! My boys seen a ton of bad guys between you and the bunker. I know you can do it. Tuurlijk kunnen we het doen. Nou, maar als je doet daar van die rode kringen, dan moet het goed komen. Ja. Ik heb wel een stukje achter, hè? Wow! Oké, waar? Daar. Oh, turrets. Heel veel moeite. Heel goed. Oh, wacht. Mazzel. Alle machtig, Paulus. Ja, het is allemaal wat, hè. Oh, wacht, een badass constructor. Badass constructor. Ik ga even neerhalen met de raketwerper. Oh ja. Die heb ik ook nog in. Het geluid ook, hé. Oh man, het gaat super snel. Ja, dan wel. Nu heb ik geen munitie meer, dus nu gaat het even snel. Minder snel. Hatsa! Hopsakee! Hop loaden! Ja. Oh fuck! Kun je mij healen? Doe ik. Toppie. Goed! Je bent een engeltje! Een badass constructor uitgeschakeld, hé. Echt, hè? Gewoon even met z'n tweeën, alsof het niks is. Oh. Waar zijn we nu? Ik zie Sanctuary in de verte. Dat is een, niet een hele geruststellende gedachte, want alsnog zijn we hier en niet waar we... Waar is dit dan? Oh, heb je... Er staat wel wat moois tussen. Ik neem allemaal mee. Ik kijk er later vanavond wat is. Hé, hey, mooi kistje. Oeh, hier is een hele mooie kist. Kijken wat erin zit. Een sniper? Even kijken, even vergelijken met mijn sniper hoor. Even vergelijken met mijn onderste... sniper. Oh, jij mag eventueel die wapens hebben. Die sniper, die is wel een tikje beter, lijkt het. Nou, ik neem wel mee. We zien er wel. We zien wel of het wat is. We zien het wel. Goed. Het is me hier te stil, weet je dat? Ja. Maar we moeten naar de andere kant zijn. We moeten daar echt zijn. Dan moeten we de bunker destroyeren. Destroyeren? Nou, dat is ergens die kant op. Dus let's go. Hier een laadpaal. Hey, you know how I got my hands on that ball key? See, a few years back, Wilhelm and I paid a visit to your little friend Tannis, and we beat her for hours. We ripped it out of her broken fingers. But we let her live, because that's what heroes do. They show mercy. Moet het uitzicht zien, hé, hier. Momentje hoor. Zo, de mythes. Mooi uitzicht, man. Eens even kijken. Oh ja. Holy moly. Heel uitgestrekt. A bridge with a view. En daar moeten we in. Slap, you're coming up on the bunker. I'm sending some of my boys to help you out. Oh cool. Nou, ik heb er zin in. Oké dan. Eyes to the sky, Slap. My buzzards are coming in. Nou, de buzzards komen weer helpen. We zullen het wel nodig hebben, denk ik. Vreselijk. Een circumstante apparaat, hè? Oh, oké, de autokanonnen moeten uit. That force field protects the final door to my chambers. It will only deactivate once you've destroyed the bunker. Moet je snel mogelijk naar boven. Ja, die autokanonnen moeten uit. Yes. Alright, fun time's over, kiddies. Ga je linksom, ga ik rechtsom. Geen idee of dit verstandig is. Turn it out! Waar zijn die kanonnen dan? Hier. Hell yeah! One on a cannon down!
eentjes neer. Oh, er komen allemaal geluiden. Dat was nummer 2. Is hier al gewoon? Oh wacht, die gebeurt iets raars. Die gebeurt iets gevaarlijks. Help! Lasers! Die gaat niet goed, man. Er zijn nog meer van die kanonnen, hè, hier. Oh nee. Kak, ik val naar beneden. Fuck it, fuck. Dat ging niet helemaal volgens plannetje. Where the F am I? Jij bent er boven. Ja, en bijna dood, hè? Maar gewonnen. Ik ben weer heel. Zijn er nog meer, wapens van boven? Ja. We moeten nog drie van die dingen. Moet ik die komen redden? Ja, ik denk het wel. Dan zei het me lukt om die autokanon neer te halen. En dat lukt me. Oké, we hebben meteen level omhoog. Tot op vooruit. Hartstikke idee, weer dood. Good job, man. Oké, weer één. You really think I'd protect Angel with nothing but a couple of bots and some flimsy turrets? You see, you're not at the bunker right now. The bunker isn't a place. Oh, fuck. Whoa! That's the bunker. Meet the BNK-3R, the greatest defense bot ever built. Designed her myself. Now do me a favor and die. Yeah, munitie kun je kopen ergens. Nou, ik pak nu wat van die kisten. Ik pak ook gewoon ammo op voor jou. Ik ga ammo kopen. Ja, moet echt heel veel raketlozen zo hebben. Waar is die bunker dan precies? Oh shit, er spawnen in allemaal nieuwe shit. Oh fuck. Oké. Okay. De bunker vliegt hier. Waar? Ik ga hem neerhalen. Ik blijf hier al beneden staan. Dat is niet nodig, dat is niet handig ook wat ik doe nu. Wacht even, ik ben even een klus kwijt, man. Oké. Okay. Goed. Gaat goed? Ik ga een raketwerperzooi halen. Als jij die richt op die kleintjes, dan probeer ik die grote jongens in te. Fuck! Wie schiet er nou op mij? Zo. De bunker misschien, die vliegt rond. Dat zou het kunnen. Zie je hem vliegen? Hij lijkt een beetje op een soort van... Oh, daar al! Holy shit! Oké, daar gaan we dan. Kom! Dan weer dood. Tering! Als je mij kan healen... Kijk, kijk, waar ben je? Ik zit op het bovenste. Nee, ik kom er niet meer in tijd. Ik zit recht onder de bunker op een niveau lager. Oké, we hebben hem al bijna neer, hè? Ja, ik ben hem met raketwerpen onder me schieten. Kom op nou. Ik heb een second win. Oké, okay, richt jij op die kleine? Out of ammo. Shit. Oké, okay, ik ben even naar beneden. Ik heb van die gasten hier rond. Oh, nee, laat ze naar beneden, help! Oké, okay, ik hoop dat ik ergens in de buurt terecht kom. Oh ja, naast de ammo machine. Dat komt vreselijk goed uit. Oké. Okay. Oh, daar gaan we weer. Waar? Hier. Oh. Waar is die ammo-machine dan? Hier beneden, een niveau lager. Oh, nog een keer. Oké, okay, dan gaan we. Ik ga hem hiermee ooit neerhalen, Paul. Dat gaat makkelijk lukken. Ja? Ja, dat is zeker weten. Oh, fuck. Op het dak spant echt van alles, jongen. Ja, dat weet ik, maar daarom blijf ik ook een beetje buiten het dak, boven het dak weg. Maar hij was hier net nog, waar is hij? Waar is hij? Weet ik niet.
Oh, oh, roep op. Oh shit. Shit, ik ben dood, hé. Oh, fuck. Oké, ik heb de bunker neergehaald. Lekker busy. Wat moeten we doen? Ik heb hem neergehaald, de bunker. Oh, hier moet wij. Hier moet wij. Kom je? Nu naar beneden. With the bunker destroyed, you can access the door to my chambers. Move quickly. Ja, ja, ja. Paul, ben je? Daar ben je ergens. Je ligt van allerlei zooi, man. Hier. Ah. Ah, hier moeten we zijn. Oké dan. Nou, let's go. Preparing bioscan. Please stand on the Hyperion emblem. Oh, daar staan we al op. Zeg tegen mij. Mijn paswoord. Oh, dat voice modulator had better work or this will all be for nothing. I love you. I love you. I love you. I love you. I love. Oh, hier. I love you. Yeah. Access granted. Ah, boy. Consider this your final warning. No, consider this my final warning. Turn around and I promise I'll make it quick. But I swear, you take what? One more oh, step, sorry. Every soul back in Sanctuary will die, staring at their own lungs as I rip them from their chests. Dat klinkt niet heel gezellig. Iridium alone could never charge the vault key. It needs a catalyst, something to awaken its power. It needs... Awaken its power. Jack acquired his siren catalyst a long time ago. He kept her hidden from the world for years, but finally, you will be able to set her free. Kijk hoe diep we al gaan, joh. Oeh. Even boven kijken. Echt, hè? Zo diep ben ik nog nooit geweest. Sorry. I detect you're getting close. Hurry and reach me. You must get the vault key and deal with me. Oh, deal with me. Oh, moet toch tegen haar vechten dus. Lekker met haar dealen. Gezellig. Ik snap er helemaal niks meer van. Ja, ze is wel lief tegen ons, maar ze is ook... ze wordt ook weer bestuurd door Handsome Jack of zo. Ik weet niet precies. Wat een gezellige disco kleuren. All players must be present. Executing phase shift. Oh nee. The key is here, but... To truly stop Jack from waking the warrior, you cannot just steal the vault key. You must destroy his catalyst. You must destroy. Maar zeker. Angel. Shit, ja. Oh, fuck. Me. Jack spent years pumping me full of iridium, using me to charge his key and manipulate his enemies. Destroying the iridium injectors that keep me alive. Will stop the key from charging, and it will end a lifetime of servitude. You get the hell away from my door! What? What the hell are you doing? Angel! Scotty, you... Oh, you shit. Language? The iridium injectors. Destroy them! Waar zijn die? Die groene dingen, de boven. Oh, wacht even, het werkt even nog niet. Bandit, if you keep this up, I'm heading down there to blow your brains out myself! You hear me? He's lying. The coward would never face you in person. Wat moeten we doen nu? Oh fuck. Oh shit, achter ons! Oh, die gaat niet goed. Die gaat niet goed. You don't die today. Challenge complete. You die every day. Thanks, soldier. Okay. Oh, dit gaat helemaal niet goed dit.
Nog een keer. Not dead yet. Alright, dat was dat. Meet my lady friend. Oeh. Wie schiet er op ons? Ah, dit ding. Oeh. Komt nog iets aan. Shock field generator. Oeh. Fuck. Ik stond er precies in. Ja, ik zie het. Now you should be scared. Oh, komt hier een aan. Wat is dit? Ding al. Hier nog eentje. Een angelic guard. Oké. Gelukt? Ja. Ammo. Oké, welke nog meer? Hey, up here. Need a hand? Waar is Roland? Wat? Roland, I need you to lower the shields around my iridium injectors. Hoe doen we dat? Did I miss something? Or is Angel a siren? I meant now, Roland. Oh, hier is Roland, hierboven. Right, I'm on it. Hij gaat de schilder neerhalen. Daar. Oh, cool. Dan ga ik met de granaatwerper oplossen op die dingen. Ik ook. Oh, ik sta aan de fik. Wacht, oh, er zijn even die hotloaders hier. Fuck. Oké, dat was dat. You walk the long dog. You can't come straight for me. You gotta kill an innocent girl. Oké, okay, nog meer turrets hierboven? Nee. Ah, hierheen staat er eentje. Yes. Oké, we kunnen. Welke, die? Ja. Groene. Oh, die huis al neer zie ik al. Oké, okay, prima. Hier, Roland staat hier ook. Nou, kom maar op, volgende badge. Ik word steeds neergehaald. Don't worry, I won't tell anyone. Turn deployed. Oh, Grimloaders hier. We gaan ons best doen, Angel. Komt helemaal goed, dit. Oké, en bam. Die is ook kapot. Oh. Damn it. Now I can't reach the last injector panel. I don't know what. How you doing? Lily, what the hell? I told you not to come. Yeah, and I didn't listen. Kon ze helpen? Ja, natuurlijk kon ze helpen. Hey, look, bad guy. Oh shit. It's killing time. Get behind my Scorpio turret. Auto guns, doing them up. Oh man, wat een drukte. Wacht even, badass loaders. Ah, oh, badass loaders. Nee, wacht even, zo'n laser die pakt me. Ja, zo'n turret. Ik ben dood, hé. Maar ik pak nu de pens, yes. Je travelt hier ergens naartoe. Ja, denk je? Kak. En volgens mij kan ik niets doen, man.
Ja! Dat is gelukt. Ben je er weer? Nee. Ah, mooi. Maar... cool, ik heb die derde injector kapot gemaakt. Je hebt die ding opnieuw. Ja, ik kan meedoen. Top. Tell you something. You're an asshole. Angel! No, Angel! Ze is dood en hier ligt de vault key. What kind of person would do this to their own daughter? The kind of guy who deserved to die. Hier, pak hem. Waar? Hier ligt hij voor ons. Naast haar. Naast haar? Ja, daar ligt de vault key. Maar ik denk dat jij erbij moet zijn. Je hebt hem al gepakt. Nee, hij ligt hier nog steeds. Of moet ik met hun praten? Ik moet met hun praten. Ja, ik moet met die gasten praten. Roland. Angel is dead and the Crimson Raiders are in possession of the vault key. It's time to take down Handsome Jack. Ah, wat een klus was dit, man. Oké. Wat? Goed. She's dead. Jack just lost his only way to awaken the warrior. We got the vault key, but this isn't over yet. We gotta find Jack and take him out. Lilith, take the vault key to Tanis. I'm going after Jack. Oh, what now? Roland! Sup? You bastard! I'm gonna... Language. What's that saying? Don't pick a fight with a man with nothing left to lose. See, I'm gonna show you just how much you have to lose, and I got the most powerful siren on the planet to do it with. Lilith, kill the Vault Hunter. We've got a date to keep with the warrior. Do it, Lilith. No! What happened? What the hell just happened? First Bloodwing, now this? Vault Hunter, find me a sanctuary. We gotta get Lilith back! Oké. Okay. Onttiteling was even voor mij uitgevallen. Voor jou ook toevallig of niet? Ja. Oh, oké. Okay. Nou goed. In ieder geval. Zijn we nu bij Marcus Munitions Storeroom. Er staan hier allemaal mooie kistjes. Oh, wauw. Oh. Nou goed. Volgens mij zijn we klaar. We hebben alle kistjes geopend. Het was, zat heel wat leuks in. En nu gaan we door naar Sanctuary. Waar zijn we nou? Waar beginnen we hier? Oh, we beginnen bij Marcus. What the? How the hell did you get there? Oh, friggin' vault hunters. Oké. Okay. Son of a bitch. Rub me blind. Nou, we moeten eruit hier. Ik ga meteen even eenmaal bijvullen. Are you okay? Did I get you to sanctuary? I feel wrong. This device Jack's using on me. Was ripped from the hands of dead adventurers. Oké. Roland is dus dood. Waar zijn we, man? We zijn in Sanctuary. Oh, dus die schietbaan is dit. Okay. Even kijken hoor. Laten we nou eerst even het ding inleveren. En dan gaan we daarna en zetten we er even een dik vet punt achter. Zullen we dat doen? Ja. Hier rechts moeten we dat doen. Ik weet alleen niet bij wie. Misschien bij Mordecai of zo. We moeten naar boven. Ja, bij Mordecai. Nee, niet bij Mordecai, toch? Ja. Wel? Oké. Okay. Roland is dead. Long live Roland. Roland. Son of a bitch. Paul Hunter, you're all we got left. Jack killed Roland. He killed Bloodwing. But he is not gonna kill Lilith. Jack still needs time to charge the vault key. You just need to find out where this warrior is buried. One place on Pandora that'll have that kind of info. The Hyperion Info Stockade. Get there. The folks in Sanctuary don't know about Roland. Almost none of them would still be alive if it weren't for him. So, you might want to let him know. Okay. Verder heeft hij niks. De bad nieuws gaan. We moeten met al die gasten gaan praten. Het slechte nieuws vertellen. Gaat het brengen nieuws, gaat het slechte nieuws brengen. Beginnen we recht? Gaan we rechtsom? Beginnen we bij Scooter? Ja, dat is goed. Ja. Oh nee, Zed is eerst nog. Hier is Zed. Yo, Zed.
Roland's dead? Oh, God. I remember the first time we met. I healed him up after he killed some of Nine Toes' men. He seemed nice enough. Okay, de zet hebben we gehad. Scooter is nu. I tell you, man, I'll never forget that time Roland and all them jumped over Pizwash Gully. Them was good times. Hell, man, now I'm sad. Is this what sad feels like? You kill the crap out of Jack. You hear? Okay, dat is dat. Dan gaan we naar Moxie. Om haar slecht nieuws te vertellen. Winter's coming. Yo, Moxie. Jack killed Roland? Son of a bitch. He helped me take care of Mr. Shank and unlike, well, damn near everyone around here. He always behaved like a gentleman. I don't know what to say. Damn it, am I crying? Yes, baby. Ik denk het wel. En Marcus. Roland's dead. Oh. Me and him didn't see eye to eye most of the time. He never liked how I sold guns to the bandits. But I would have died in New Haven if it weren't for him. He was a good man. En tot slot nog even Tennis en Brick. Tennis. Had Roland not forced me to relocate to Sanctuary, I would not be alive today. I am unpleasantly surprised to find that I am sorry that Roland is dead. Okay. En Brick. Brick is boven. I appreciate you saying that. It even makes me feel it. Jack Brick. Killed my dog a lot slower than he did Bloodwing. Sorry to bum you out like that, but somebody needed to tell him. I've transmitted the code to Roland's armory to your Echo device. If anyone deserves what's in there, it ought to be the badass who's gonna avenge him. Tot slot moeten we Roland's armory openen. Wat doen we dat? Weet je waar die is? Die is beneden. Die is beneden. Okay. Dat is waar zeg maar altijd dat ding in heeft gestaan. Yes! Wauw! Er zal iets heel tofs in zitten. Een shotgun. Een of ander pistooltje. Niet per se, ja die shotgun misschien, maar niet per se dingen die ik zou kunnen gebruiken nu. Kijk hoor. Nou, goed! We gaan het inleveren bij Mordecai, denk ik. En dan hebben we het slechte nieuws rondgebracht bij iedereen. Hey Mordecai. We hebben het gedaan hoor. Okay, though Roland's friends mourn his death, they are united in the same desire that you will avenge the hell out of them. Don't let this all be for nothing, amigo. Find Jack. Kill Jack. Ja, gaan we doen. Goed, tot zover. Als ik nu heel even kijk op de... See the numbers, taste the violence. Als ik nu even rondkijk, dan zie ik... Ik ga even naar de kaart. Dan zie ik dat we in nog een tweetal dingen hebben op te pikken hier. Dat ga ik even doen voordat ik de aflevering afsluit. Als je het niet meer leuk vindt, dan kun je nu al wegklikken. Maar ik ga even kijken wat hier nog ligt. Op de plek waar Claptrap lag, daar is nog een vraagteken. Ik weet niet of je mee wil lopen, maar ik loop toch vast heen, Paul. Oh, nee, ja. Sorry. Even kijken, hier. Ja, Claptrap staat hier. Ik zal even met hem praten. Even kijken. Oh, daar ben jij al. Defend the constructor while it destroys Jack's statues. While the statues of Handsome Jack destroyed, Opportunity now appears slightly less douchey on the outer observer. Slightly. Oh, deze moesten we inleveren. Hebben we de vorige keer gedaan. We hebben al die afbeeldingen, al die standbeelden neergehaald. Nou, laten we hem nu even inleveren dan. Robots that can't dance? Okay, dankjewel. Dat was dat. En dat andere uitroepteken, dat stond verderop. En dan kwamen we langslopen, Paul. Ik weet niet of je dat nog zag. Die gasten die daar al beneden stonden. Oh ja. Op dat pleintje. Hier is het aan de hand. Ik weet niet of je het wil zien. Ja, ik kom er nu aan. Hier staat namelijk... Hier staan wat gasten. En voor mij zijn het... Die een met groen haar. Jim Kepler. O'Cantler. Dat zijn het niet van die bende? Ja, misschien wel. Sam Matthews. It's a Truxian standoff. Vault Hunter? Little help. Look, it's a long story. No.
writes a short story. I write short stories. We were supposed to divide the take four ways, but somebody up and nicked it before we could split it up. Oh, those idiots still screaming at each other? Marshall Freeman here. If you want to do me a solid and shut those morons up so I can get back to my nap, that know that only one of them will tell you the truth. The other three are liars. If you could figure out which one of them robbed the other and popped it in the head for me, that'd be awesome. Oké, even wachten hoor. We moeten ze allemaal bevragen. Moet even goed opletten, want dit zijn van die tricky dingetjes. Archman. Look, between you and me, O'Cantler's the thief. When we were making out, he was all, yeah baby, I'm gonna steal all that money. And I was like, no, don't do that. And he's like, oh yeah baby, I'm gonna. And I was like, that's so wrong. Ja, ja. Oké. Okay. Dat was Sam. We hebben Jim. Look, given what we know about human consciousness, I can be certain of only one thing. I didn't steal the money. I know my own mind, and I know my mind didn't steal it. If I knew everyone else's minds, I might be able to help you a bit more, but sadly, I can only speak for myself, and I'm doing that now. Speaking, to say that I didn't steal the money. Okay, dat was die. Jim Hopkins. Sam's full of crap. Okay, hij zegt dat Sam full of crap is, dat is die andere, ja. Sam stole the cash, without question, after she and O'Cantler were done celebrating our successful heist. I saw her stuff the loot down her pants. Oké, wacht even. Nou moeten we dus eentje neerhalen. Maar even goed opletten, hè. Sam zegt dat ze het niet gedaan heeft. Zij, hun tweeën beschuldigen Sam. En hij zegt, ik weet in ieder geval dat ik het niet gedaan heb. Ja. Dus. Hier is vast... Ah, dit is een bekend raadsel, man. Hoe ja, nee, man. Zeg maar, want die andere drie waren liars. Zijn ja, precies. Er zijn drie leugenaars en één spreekt de waarheid. Dus? Sam heeft het dus niet gedaan. Nee, Sam zegt dat ze het niet gedaan heeft. En? Ja, en die andere twee, die beschuldigen Sam, dus die liegen ook. Dus is het Lindy. Nog even Lindy. Deze, ja? Denk ik. Nou, ik ben het nu al even kwijt, dus... Mag ik? Ja, doe maar. They want the thief. Yay! Ah! Was dat het? We did it, man. Yes. You defused the sand. Heb je gedaan, serieus? Ja. Nou, goed, ik snap het helemaal niet hoe het gegaan is, want toen die gast zei... Oké, okay, hè? Ik snap er niks van. Wat? Oké. Okay. Ik snap er gewoon niks van. Ik snap het niet. Maar ik zie de video terug. Hey, lieve mensen, met dit raadsel, en ik sta ook voor een raadsel, zetten we er een dikke vette punt achter. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom natuurlijk. Net zoals altijd. Doe het vooral als je het leuk vindt. Voel je vooral niet verplicht ook. Het is een kleine moeite en wij zijn er echt blij mee. Deel de video met andere mensen. Dat helpt ook altijd enorm. En dan zien wij je dolgraag de volgende keer weer terug. Toedeloe. Bye bye. Doei.